feest bij basisschool De Bolleberg in Baarlo. De school bestaat dit jaar 10 jaar. Reden voor een feestje en daarom worden er dit jaar speciale activiteiten georganiseerd. We zijn begonnen om geld in te zamelen door allerlei acties. We hebben bijvoorbeeld flessenactie georganiseerd en daar hebben ze geld mee ingezameld. Mm-hmm. En we hebben ook oude materialen verkocht die we niet meer nodig hadden. En ouders konden daar vrijwillig bijdrage voor geven. En we hebben ook sponsors nog gezocht. Dus daarvoor kunnen we het 10 jaar bestaan vieren. En we hebben allerlei activiteiten. En de vossenjacht is vandaag een van die activiteiten. Ja. Tijdens de vossenjacht liepen de kinderen in groepjes door het dorp. Op zoek naar verklede leerkrachten. Zoals deze klusjesman. Ja, moeten raden wat ik ben. En dan krijgen ze een opdracht. En dat is het noemen van 10 gereedschappen. Ah. En dan, als ze dat goed hebben, dan krijgen ze een letter. Maar wat is nou zo leuk aan de Bolleberg? Gimmen. Gimmen? Ja. De hele week gimmen? Ja. Ja, dat zou helemaal leuk zijn. Maar jullie doen er nog meer, of niet? Wat vind je meer leuk op school? Rekenen. Rekenen? Hé, hey, dat is goed. Ben je goed in rekenen? Nee, niet zo goed. En toch vind je het leuk? Ja. Nou, we zijn gestart natuurlijk 10 jaar geleden met de Bolleberg en we zijn gestart met een nieuw team. En we hebben natuurlijk ontwikkeld dat we onderwijsgericht onderwijs geven. En dat is ook kenmerkend voor onze school. Dat zie je ook in het onderwijs terug. Dat is ook dat kinderen heel vaak zeggen, jee, we gaan lekker ogenwen. Ja. En dat is echt gericht op het kind. En als kinderen zich lekker voelen, dan ontwikkelen ze zich ook goed. Op 16 juli wordt het feestjaar van de Bolleberg afgesloten met het Bolleberg Festival.